One more vote. One more vote. Nou, daar hangt de poster voor mijn raam, omdat ik GroenLinks een goede partij vind. En ik hoop dat ze veel zetels winnen. En doe je ook iets voor GroenLinks? Of hangt de poster alleen maar? Nee, ik ben voorzitter van GroenLinks Nijmegen. Waarom moeten bewoners van Nijmegen-Oost op jouw partij, op GroenLinks, stemmen? Nou, ik denk dat GroenLinks de afgelopen 8 jaar heel veel voor Nijmegen-Oost gedaan heeft. Denk maar aan het groen houden van het plek waar nu nog Zwembad Oost staat. Mm-hmm. Het Limos-terrein wordt dankzij GroenLinks, als ik het goed heb, groen gehouden. Als er meer postwegproblemen met fietsen en veiligheid is opgelost. En dat was dan zeg maar bewezen resultaten in het verleden. Dingen in de toekomst die GroenLinks nog een plan is voor Nijmegen-Oost, wat zijn dat? Nou, ik denk, moet ik even nadenken, verder fietsbeleid promoten, stil asfalt zo her en der neerleggen. En ja, dat zijn volgens mij mijn beste punten. Speech, one more vote, one more vote, speech, speech. Fellow cats, mess your gears, won't you lend your politic ears, vote for me, I'm the guy. Theo, waarom hangt er een poster van de PvdA hier aan? Omdat ik al jarenlang lid ben van de PvdA en de partij, de PvdA is mijn partij. En ben je ook actief in de partij of hangt er alleen een poster hier aan? Ik ben ook actief in de partij. Ik ben al sinds 7 jaar lid van de Provinciale Staten van Gelderland. En ik was in de jaren 90 de afdelingsvoorzitter van de PvdA in Nijmegen. Okay. Waarom moeten bewoners van Nijmegen-Oost stemmen op PvdA? Omdat de PvdA bij uitstek de partij is die opkomt voor de mensen aan de onderkant. Op het gebied van arbeid, en dat wordt met deze economische crisis steeds belangrijker, is de PvdA de partij die vecht voor participatiebanen, voor formulierenbrigades, zodat mensen op tijd hun uitkering kunnen krijgen. En nog dingen in de toekomst waar de PvdA zich op wil concentreren voor Nijmegen-Oost? Nou, voor Nijmegen-Oost is heel belangrijk dat er toch een aantal participatiebanen ook in de scholen van Nijmegen-Oost zullen blijven bestaan. Dat er de onderwijshuisvesting op de manier gaat zoals het nu gebeurt. Dat de kinderen zoveel mogelijk ook in hun eigen buurt naar school gaan. Nou, dat zijn heel belangrijke punten die ook voor Nijmegen-Oost van belang zijn. One more vote. One more vote. Speech. Speech. One more vote. One more vote. Speech. Speech. Fellow cats. Waarom heeft u de poster van de co-op voor uw raam hangen? Nou, de co-op is opnieuw gestart met een hele nieuwe winkel. En ik kwam in de bus en ik kon er een prijs mee winnen aan boodschappen van €100. En dat vond ik leuk. One more vote. One more vote. Speech. Speech. One more vote. One more vote. Speech, speech. Fellow cats, mess your gears. Won't you lend your politic ears? Vote for me. I'm the guy who can get you some shoes.